Heb je al bedacht hoe je het gaat doen of wil je het liever proefondervindelijk vaststellen? Nee, ik heb een methode waarbij ik 100% zekerheid heb dat het absoluut goed gaat. Ik ben uitermate nieuwsgierig, ja. Wil je mij vertellen wat je van plan bent? Ik weet niet of dat wel zo verstandig zou zijn. Je hoeft echt niet verlegen te zijn. Ik weet het niet. Misschien verpest ik alles wel als ik het jou aan je neus hang. Ah, probeer het eens uit. Ik beloof je plechtig met mijn hand op je hart dat ik je niet uit zal lachen. Het is vooruit met de geit. Jij wijst hem netjes aan. Hè? Huh? Ik zal Prins Nagelbed nooit in mijn eentje kunnen vinden, dus ik kan er best een beetje hulp bij gebruiken. En jij lijkt me de aangewezen persoon om mij eens uitstekend uit te leggen waar jullie hem verstopt hebben, snap je wel? Oh, ik zou het graag voor je doen hoor, maar het mag niet van zijn majesteit. Hoor je van mij? Als je mij belooft dat je het aan mij vertelt, beloof ik dat ik het niet aan hem zal doorvertellen. Laat me los, ik stiksel af. Vertel het me dan. Ah, dit is zo'n paas, joh. Hou je stil, anders druk ik jou met je neus tegen zo'n beeld. Als je me zegt wie het is, ben je zo van me af. Praat nou eens wat duidelijker. Wijs het maar aan. Help me! Als jij dat nog één keer doet, maak ik een bananensplit van die perenneus van je. Ik hou niet van die... Help! Volgens mij blijft die naald van je een beetje hangen. Bewakers aantreden! Nou is het genoeg. Ik zoek het verder zelf wel uit. Maar dan moet ik eerst jou even veilig opbergen ergens. Je mag zelf kiezen welk beeld je aanraakt, maar je kunt natuurlijk ook meteen de prins pakken. Ik kon toch kiezen tussen zelf de fouten maken of het jou laten doen, en dat laatste leek me gewoon de beste oplossing. Eens kijken, waar zullen we eens beginnen? Ah, maakt het niet uit ook. Wat hang je nou toch te mopperen, man? Ik geef je toch een eerlijke kans, tenminste. Wat dacht je van deze slang? Hij past in ieder geval aardig bij dat karaktertje van jou. Hou me weg! En wat dacht je van dit stelletje lelijke hagedissen? Zou je daarop willen smelten soms? Ik wil wel dat je er helemaal zeker van bent natuurlijk. Oh, raak het nou even aan voor me. Oh, doe nou niet zo flauw en leg het bijltje er niet bij neer. Hé, we kunnen toch ook naar een ander beeld gaan? En dan mag jij zeggen welke. Nou, zo'n redelijk voorstel krijg je toch nooit, hè? Loop je op een batterij? En heb je het per ongeluk aangeraakt? Oh. Ik wist niet dat je een wassenbeeld was. Zit je luchtfilter soms verstopt? Of doe je alleen maar net alsof? Zeg eens wat. Hé, hey, laat me nou niet in de steek. Huh? Oh, gelukkig. Het is geen beeld. Hij heeft al meer stroomlijn dan ik. Je bent er niet op gebouwd. Tikkie. Jezus. Tikkie, jij bent er bij. Hoe denk je er nu over? We hebben het nu twee keer geprobeerd en het is ook twee keer mislukt. Maar we zijn nog steeds met z'n tweeën over. Je bent toch koppiger dan ik dacht, maar niet gedreurd. Ik heb zo het idee dat die vogelverschrikker best een mooi beeld kan worden. Een leuke strohalm. Of, wat veel leuker is, een lekkere dikke vette hooimeid.
Zo. Zoveel beelden bij elkaar. En eentje daarvan moet dus die prins zijn. Als wel erg veel hooi op mijn voet.